altijd bloedblaren van de speler. Lucas had bloed op zijn handen. Frans die geen effecten gebruikt. Ja, de ogen van die Scandinavische meiden waren best wel exotisch. Aan een ruig leven, waren op tour, constant, rock'n'roll band, spraken Engels. Ja, dat vonden die lokale jongens meestal niet zo leuk. En ik kreeg op een gegeven moment de mededeling van de bassist van we gaan naar Denemarken, maar ze gaan jou niet meenemen. En op een gegeven moment komt er nog een tijd dat je gaat irriteren als men over Liberators begint. Omdat het gewoon een beetje moeilijk is. Niet Frans volgen dus. Als zij dus nu opnieuw zouden willen doorbreken, dan zou ik het best wel overwegen om volgend jaar op de 33e keer Bluesrock tegen nog eens een keer de Liberators te doen. Het zijn geen wereldberoemde band dat je miljoenen binnenkrijgt en zegt van nou, ik moet hem niet, maar ja. Verdomme!